Dames en heren, van harte welkom in de maatschappij van weldadigheid. Ik ben blij dat u met zoveel gekomen bent. Het was in 1818 dat ik in Nederland terug was uit Indië. En toen ontdekte ik hier dat het een vreselijke armoede was. Het hele volk was verpauperd, zoals men dat in die tijd noemde. En ik dacht bij mezelf, wat kan ik daar nou aan doen? Ik heb toen een verhaal geschreven, een verhandeling. En daarin beschreef ik dat ik dacht de armoede te bestrijden door een landbouwkolonie te stichten. Meerdere landbouwkolonies te stichten. Het Koninklijk Huis vond dat ook een heel prima idee. En wij begonnen dus om te proberen een land te ontdekken waar wij dus onze kolonie zouden kunnen vestigen. We hebben begonnen hier in Frederiksoord met kolonie 1, 53 huisjes. In augustus 1818 begonnen we daarmee en in november 1818 waren de eerste 53 huisjes klaar en de kolonisten konden komen. Die kolonisten die kwamen uit het westen des lands, die kwamen uit de grote steden. Dat was men zeer verpauperd. Zo zijn we dus begonnen. Het was eerst een beetje moeizaam, want de mensen uit de stad waren natuurlijk geen goede boeren, maar onder leiding van de wijkmeester kwam het toch allemaal voor elkaar. Sommige mannen konden het werk niet aan. En daarom gingen we dan later naar allemaal werkinrichtingen. Een timmerwerkplaats, een schilderswerkplaats. Men maakte dus... Ik had gedacht, zoals ik u zei, wij maken het allemaal mooi recht. Mooie lanen ertussen, mooie vierkante stukken grond. Daartussen stonden de huisjes langs de weg zo. En zo hadden we vier parallelle wegen hier in Frederiksoord en Wilhelminaoord. Armoede en drank, dat hoort bij elkaar. En om dat nu te voorkomen, zeiden wij, had ik zelf gedacht hoor. Toen dacht ik, wij gaan eigen geld invoeren wat alleen bruikbaar is in deze dorp. Wij hadden onze eigen winkels en in deze winkel zou daar geen drank verkocht worden. Wanneer mensen hier kwamen, en dat is ook wel leuk om te zien hier, is het stamboek. Hier werden de mensen ingeschreven, zodra dus de mensen binnenkwamen, dan werd hun naam genoteerd, waar ze vandaan kwamen, wanneer ze geboren waren en al de gegevens. Vanaf het begin af aan, dat wij de maatschappij van weldadigheid oprichten en de koloniën hier starten, vond ik dat het onderwijs erg belangrijk was. En daar vandaan gebeurde het dat in elke kolonie een school kwam. In 1818 zijn we direct begonnen met de leerplicht en ieder kind moest dus naar school. En toen ik in 1818 de maatschappij van weldadigheid stichtte, had ik nooit kunnen denken dat wij 195 jaar later op de lijst, de voorlopige lijst van UNESCO zouden staan. Mijn gedachtegoed, de gedachte om de mensen te verheffen en zichzelf te kunnen redden, dat wordt nu dus gewaardeerd en wij proberen op de echte lijst van het werelderfgoed te komen. Dat hopen wij te bereiken in 2018, precies 200 jaar later als wanneer ik die kolonie heb gesticht. We hebben ons opgegeven voor de Bank Giro Loterij Museumprijs en heel veel musea hebben zich daarvoor opgegeven en wij zijn gekozen tot de eerste vier en dat is natuurlijk een hele grote eer dat wij bij de laatste vier gegadigden zijn en wij roepen u op om op ons te stemmen. Want u begrijpt, het is een publieksprijs, wat meer mensen op ons stemmen, wat beter het is. En nogmaals, stem op ons.